zijn vanochtend vroeg aangekomen in Penang met de nachtbus. Ik heb niet heel goed geslapen. Ik sliep wel steeds even, maar ik was... Ja, ik schrok heel snel weer wakker. En ik was gewoon een beetje bang steeds dat er iets gebeurde of zo. Geen idee. Omdat ik altijd bang ben dat zo'n buschauffeur in slaap valt op zo'n lange rit. Ik weet niet wat het is. Maar goed, op zich, het was wel, we hadden wel veel beenruimte. Je kon je stoel helemaal naar achter doen en zo. Dus dat was best wel lekker. Maar we kwamen hier aan om 5 uur. Toen hebben we eerst 1 uur gewacht op een bus. En die kwam niet echt. Dus hebben we toch maar besloten om 1 uur te bestellen. En toen waren we rond 7:30 bij ons guesthouse. En het ziet er zo mooi uit hier. We hebben dus een gedeelde badkamer. En verder is er beneden een soort ruimte samen. Niet dat we daar heel veel gebruik van maken, maar goed. En nou ja, dit is dus de kamer. Die ziet er echt heel mooi uit. Marco ligt lekker in bed nog. Kijk, allemaal houten accenten. En dit is het plafond. Super mooi en heel leuk met van die draadlampjes. Hallo, daar ben ik. En deze muur vind ik ook heel erg tof. Oh, hij look terrible. Kijk jongens, zo ziet de hal eruit. Fantastisch. Echt heel mooi. Kijk nou hoe gezellig. Dit is de hal beneden. En hier is het toiletgebouw. Allemaal van dit soort mooie accenten aan de muur. En dan heb je hier de toiletten. En hier heb je bijvoorbeeld een van de douches. En je hebt zat ruimte om gewoon je droge kleren en je handdoek op te hangen aan de binnenkant. Kan allemaal op slot. Wastafel. En een tafel, echt leuk. Zelfs een weegschaal. Ik weet niet of ik dat wil nu op vakantie. Met al die lekkere noedels. Wil ik dat? Nee, het is nog ongeveer hetzelfde. Valt mee. Hier is dan een klein keukentje waar je 's ochtends je koffie of je thee kan zetten. En als je wil ook je eigen eten. Oh, stem ze nog over. Kan maken. Super nice. Je hebt ook nog een wasmachine. En kijk. Hier hebben ze ook nog een hele bijzondere vis. Die ziet er echt zo cool uit. En hier hebben ze 2 grote konijnen. Die ene zit daarachter, die is nu vrij. Maar die ligt lekker te chillen in de schaduw. Die lopen gewoon lekker rond. En dan hier nog eventjes dat plekje wat ik ook al liet zien van boven net. Dat ziet er gewoon zo schattig uit dit. Echt. Gewoon, ik zou dit nooit zo kunnen maken. Hè. Dit zou in mijn hoofd zitten, maar dit zou er nooit zo uitzien bij mij. En dat is zo knap. Als mensen zo veel zicht erop hebben. Echt mooi. Oh, en hierin, dat is ook nog... Hierin zitten schildpadjes. Oh. We zijn er om de hoek aan gaan ontbijten met een loop gerecht. Ik weet nu al niet meer hoe het heet. Met prawns. Prawns? Ja, iets met garnalen en mie. Lekker. Zo ziet het eruit. Lepel sambal, dus ik moet die niet vergelijker in doen. Die van mij zit er al in. Ja, en dit is gewoon lime drink. Echt lekker koel hier, hè? Ja, dat is echt heel erg lekker. Hier kun je echt iemand bijten. Ja, jongens, dat fruit hier is echt fantastisch, hoor. Daar is ons fruit niks bij. Zo lekker. Net hebben we deze geproefd. We dachten dat het liesjes waren, want zo zien ze er van binnen uit. Maar het is heel wat anders. Vooral deze zijn heel lekker. Die smaakt een klein beetje naar grapefruitachtig, maar dan wat milder. We zijn nu in Chinatown. Ik ben heel dik en net met mijn waaiertje aan het wapperen. Ziet er heel fancy uit. Die heb ik trouwens gekocht in Melaka. En nu gaan we naar de street art kijken. En ondertussen is de imam bezig. Want dat heb je nou eenmaal. En dat geeft wel sfeer eigenlijk. Geen probleem. Verder wilde ik nog even zeggen dat deze fietsjes wat mij betreft veel beter zijn dan die overbelichte in Melaka. Dit vind ik nog wel gewoon leuk, zeg maar. Zou ik eerder ingaan. Jongens, kijk nou wat schattig. Er hangen hier dus allemaal een soort van kleine luchtballonnetjes. Dus dat is weer eens wat anders dan al die lampionnetjes. Zo cute. Echt een heel leuk straatje. Cool, hoor. Ja. Kijk, ze hebben hier allemaal van die interactieve wall arts. Dus dan heb je bijvoorbeeld daar een meisje met een fiets.
En dan kun je daar zeg maar mee op de foto. Is heel grappig. Maar ik vind het nu iets te druk. Maar ik wil het later wel proberen. Hier heb je nog zo eentje. Oh, die kinderen door de tralies. Deze stomende dingen proberen. Oké, one more. 1, 2, 3. Zo cool. Oké, jongens, we gaan durian proberen. Dat is de vrucht waar iedereen bang voor is, want het stinkt heel erg. Mensen vinden het hier op het algemeen of heerlijk of niks. Het is hier een specialiteit, maar het stinkt, dus je moet het met handschoenen eten. We hebben het ijs geprobeerd, het was geen succes. Let's try this. Ik ben bang. Neem een hap. Hebben we water erbij? Ja. Do you like it? Oh, dit is Saar. Oh. En Saar gaat de durian proberen. En dan heel diep. Nou, Saar, eerste ervaring durian. Ik ben heel bang. Ja. Ik kan hem hebben. Ik vind het vies, maar ik vind het niet zoals jij. Weet je wat bij mij is? Textuur. Maar ik vind het wel heel vies dat elke hap weer anders smaakt. Heel goed, je hebt je grote gouden vergelijking met mij. Goedemorgen vanaf ons paradijsje, jongens. Ik vind de lichting wel zo mooi hier. En ik wil even wat zeggen. Ik haat deze mug. Die heeft bedacht dat hij mij 1, 2, 3 keer hier kan prikken. En het jeukt. En nu gaan we de Penang heel op. En dan hebben we als het goed zo'n mooi uitzicht. Hoewel het erg bewolkt eruit ziet. En ze hebben ook nog wat mooie tempels en zo daar die we hopelijk kunnen bezoeken. En dan loop je op de terugweg, kun je lopen. Ook op de heenweg hoor, maar dat is wel heel pittig. En dan ga je door een tuin heen. Een botanische tuin met allemaal mooie vogels en zo. En andere dieren. Maar moeten we even kijken hoe we dat doen. Ligt ook aan het weer, denk ik. Of dat we ook terug met de lift gaan. Want nu gaan we met de lift omhoog. Ook wel de brug van Parijs nadoen met alle slotjes, jongens. Boven op de heuvel. Nou jongens, we wisten dat het kouder zou zijn, maar we hadden ons niet helemaal beseft dat het vandaag ook een bewolkte dag was. En dat we dus midden in de wolken en de wind is heel koud. Dus ik
Ik heb echt een beetje spijt van mijn outfitkeuze. Ik heb gewoon een heel luchtig shirtje en een kort broekje. Maar ja. Oké, dat was jammer. Dat was het eerste wat een beetje tegenviel. Kan gebeuren. Maar we hadden op de heenweg echt 3 kwartier tot 1 uur in de rij gestaan. Voordat soort van liftje omhoog. Dus oh, ik zie er niet uit. Dus dat maakte het wel een beetje balen. En nu is het ook alweer 3:15. En het is eigenlijk onze laatste dag. We gaan morgen beginmiddag weg in Penang. Maar we gaan zo naar het Upside Down Museum. En we hoorden dat dat echt heel grappig is. Ik zal daar wat foto's van toevoegen. Want er worden dus foto's met je telefoon gewoon door de mensen die daar werken gemaakt. En alle meubels zouden zo staan op zijn kop. En dan zeggen zij dus wat voor soort pose je moet aannemen en zo. En daar komen hele grappige foto's aan. Dus een museum. Je kan het meer een attractie noemen. Maar goed, het heet het Upside Down Museum. We vonden het wel leuk om gewoon even zoiets grappigs te doen. En we hebben al best wel veel tempels gezien. Vorig jaar Bali ook heel veel van binnen. Dit jaar heel veel van buiten en zo. En ja, we gaan nu eerst even een powernapje doen. Dus dat gaan we doen. Zelfs de kluisjes zijn de nummers op zijn kop en gaan ze andersom open. Heel grappig. Nou jongens, we zijn er hoor. Ik kan even snel filmen, want we moeten er vrij snel doorheen. Omdat de shoot heel snel gaat. Maar alles op zijn kop, zo gek. Het schilderij, echt gewoon alles. Sorry dat ik zoveel eten film, maar Penang is ook echt een van de food steden hier. En dit is dus geschaafd ijs. Daar staan ze heel erg onbekend. Ijs catching. Het is eigenlijk heel simpel, gewoon geschaafd. Maar dan zit daarbij mais, rode bonen. Ik weet niet wat het verder is. Een soort van jelly-achtig iets is dat. Ja, ik weet het niet. Dit is iets van fruit, denk ik. Maar ik vind het heel spannend, want op de foto zat dit in een los bakje erbij. Maar ze dachten, nou, we gooien het er gewoon overheen. En ik vind het eigenlijk lekker. Had ik niet verwacht, maar alles smaakt gewoon zoet. Ja, de bonen kunnen natuurlijk ook zoet. Even wennen aan de structuur van de bodem, maar voor de rest, echt lekker. We zijn de laatste dag nog eventjes op zoek naar de wall art die we hebben gemist. Want bij allerlei zijstraatjes, daar heb je nog allerlei leuke wall art. Kijk, hier ook weer. Doe even mee, Marco. Doe even mee. Duw tegen. Oh, duw je tegen. Dat is onaardig. Kan je eens aan met z'n tweeën. Nu zijn we bij Little India, daar waren we nog niet geweest. Daar gaan we vanavond eten, onze laatste avond. Ziet er alweer heel gezellig uit, genoeg opties. We gaan waarschijnlijk hier eten. Ik zie curry's, dus ik ben voor. India's. Ik ben even de noedels zat, dus ik wil even voor wat anders. India's lijkt me leuk. In Little India. Ja. Dat is leuk aan die mengelmoes van cultuur hier, hè? Vind ik echt. Ja. Grappig. Mooie deurknoppen. Ga maar naar binnen. We zitten hier letterlijk tussen alleen maar Indiërs in. Dus dat maakt het extra leuk, vind ik. Dus het ruikt heel lekker. Ik heb echt best wel zin in. En sorry dat het over eten gaat, maar ja, zoals ik al zei, er staat mij namelijk een beetje onbekend. Dus ja. Ja, weet je waarom we zeiden dat we hier naartoe konden gaan? Nou. Je wilde nog zo'n maaltijd op zo'n blad, toch? Mm. En dat kan je zo vinden. Oh, lekker. Dus,
Ik ben benieuwd. Ik merk het zelf. Snel genoeg. Het plafond is ook mooi. Ja. Jongens, dit wordt echt denk ik mijn favoriete keuken. We hebben weer een naan. We hebben fried rice. En we hebben iets met chicken tandoori butter chicken. Weet ik veel. Butter chicken. Butter wasaba chicken. En we hebben iets van bloemkool met zo'n typische kruiden. Zo. Curry. Heel lekker. En kijk dan wat een leuk servies. Het is echt super oud allemaal. En hier weer een moskee. We hebben echt letterlijk alle culturen en geloven door elkaar hier. Zo leuk. Time to play Yadze. Jezus, ik kan dit echt niet, hè? Nee. Wat doe je allemaal? Een schreeuw. Heel goed. Mag ik beginnen? Jij mag best beginnen, hoor, schat. We doen even zo, Yadze. Ja, niet eens met de dobbelsteentjes. Nee, we willen op bed blijven liggen. Oeh, 4-2. Oh, shit. This is a good start. Niet, alsjeblieft niet. Oh. Kappen nou. Please, please. Kappen nou. Magic. Fuck! Oh, god. En het staat op camera nog ook. Ik mis dit hotelletje nu al. Guesthouse, jij bent schat. Of mag ik nog een keer? Nee, je mag niet nog een keer. Godver. De camera brengt mij geluk. Thanks, kijkers. Thanks. Ik dacht ik ga filmen of zo, maar... Hoe slecht ze doet. Zullen we stoppen? Nee, nu mag jij. Kak. Oké, Yadze. 3, 4, ook niet verkeerd. Een kleine straat is al binnen. Ja, die wel, maar ik wil die 2. Nee. 2. Crap. Wel bijna, schat. Dat zag je wel toch niet? Ja. Nee joh. Ik had de eerste twee dingen en toen... Maar als ik nu nog een keer, dan blijft het groen. Ik denk het wel. Daar gooit de eerste twee worpen, Yadze. Dus dan mag ze die 100 punten erbovenop tellen. En daarna een grote straat. Leuk begin. Kijk jongens, ik heb een souvenirtje van Penang gekocht. Ik vond dit zo schattig. Dit is die bekende muurschildering. Daar zijn we ook mee op de foto gegaan. Interactieve schildering. En dit is dan een soort postzegel idee. Gewoon een canvas tasje. Ik vond het wel heel leuk. Ik gebruik dit ook best wel vaak. En het neemt niet veel ruimte in onze backpack. En Marco heeft een shirtje. Hij heeft een okergeel shirt. Ook met die fiets. En een soort tie-dye-achtige print. En die gebruikt hij dan voor sporten en voor klimmen en zo. Superleuke tanktop.
Ik moet zeggen, ik kan heel goed tegen het lokale eten, maar ik heb wel echt heel hard in de ochtend gemist. Dat geloof ik zo. Je hebt altijd yoghurt in de ochtend. Ik heb zo de dag. De eerste echte goede cappuccino eigenlijk hoor. Kijk nou jongens, echt kunstwerkje. En dit is mijn heel veel zin in, met cream cheese ook. Jongens, kijk nou hoe schattig. Het lijkt wel of we aan een soort poppenhuissetje zitten. Wij zijn echt te groot voor deze tafel, dus mijn benen passen er niet onder. Ze zitten echt zo. Ja, die van jou is echt lekker. Ik steek er bovenuit zelfs. Ja. Jongens, dit tentje heet dus Mugshot. Hoe grappig. Dus hier kun je je Mugshot maken. Film, sorry.